Oorlogsmisdadiger Klaas Karel Faber is afgelopen donderdag overleden. Zo heeft zijn vrouw vandaag bekendgemaakt. Tijdens de oorlog was Faber medewerker van de Ziegenheidsdienst in Groningen, waar hij huishield in het beruchte Scholtenshuis. In 1947 werd Faber ter dood veroordeeld voor het medeplegen van zeker 22 moorden. Die straf werd vervolgens omgezet in een levenslange gevangenisstraf, maar in 1952 al wist Faber te ontsnappen naar Duitsland, dat hem weigerde uit te zetten omdat hij sinds zijn toetreding tot de Waffen-SS de Duitse nationaliteit had. Journalist Arnold Karskens confronteerde Faber 5 jaar geleden nog met zijn oorlogsverleden. Okay, u wordt nog gezocht in Nederland, weet u dat? Ja. Voor oorlogsmisdaden. Ja, ja. Ja? Denkt u nog wel eens na bij de slachtoffers die u gemaakt heeft? Meneer Faber? Zou u opzij willen gaan? Nee, ik wil helemaal niet opzij, meneer Faber. Uitgerekend gisteren, een dag na zijn overlijden, maakte een Duitse rechtbank, die nog niet van het overlijden op de hoogte was, bekend dat binnen 2 weken een beslissing genomen zou worden of Faber in Duitsland alsnog achter de tralies zou moeten verdwijnen. Zover is het dus nooit gekomen. Faber is in het ziekenhuis van de Zuid-Duitse stad Ingolstadt op 90-jarige leeftijd aan een nierfalen overleden.